Je hebt de eerste violen, je hebt de tweede violen. Het spreekwoord zegt het al, de tweede vioolspeler geeft een beetje aan alsof het misschien een niet zozeer minderwaardig vak is of werkzaam is. Maar het heeft een andere rol en de rol is door de eeuwen heen meer het middenregister geweest van de klank van een symfonieorkest. Je speelt niet de hoogste noten, maar je speelt de noten daar vlak onder, waardoor je niet altijd de melodie hebt. Als je hem wel hebt, is het meestal samen met de eerste violen of daar een octaaf onder. Maar belangrijker is dat je in het midden van het klankbeeld zit. Veel samenspeelt met de violen, maar ook met de alte en de celli. En met de dirigent, zodat je een soort betrouwbaar ritmisch motortje bent van het symfonieorkest. En dat is eigenlijk door de eeuwen heen een beetje de rol geworden van de tweede violist.